Dag Shanti, wij zijn hier samen aan het MAS in Antwerpen. Jij bent nu geselecteerd voor Miss Top of the World 2016. Wat vind je daarvan? Ik vind het heel geweldig. Ik ben heel enthousiast om België te vertegenwoordigen internationaal. En ik kijk alvast naar uit naar de mooie en de leuke ervaringen. Wanneer is die finale juist voor Top of the World? Die finale is op 6 november, van 6 tot 11 november. En dat zal plaatsvinden in Indië. Wat verwacht je van die finale? Vooral een leuke ervaring vooral. En vooral dingen mee te maken dat ik eigenlijk in België nog niet meegemaakt heb bij de vorige verkiezing. Vooral nieuwe sensatie, nieuw avontuur, daar ben ik echt klaar voor. Ja. Hoe ben je als persoon? Kan je daar eens een tipje van de sluier voor oplichten? Strikvraag. Hoe ben ik als persoon? Heel glamorous. Als persoonlijkheid sociaal wel open en ook heel meegaand met de mensen. Ja. Zijn dat ook de redenen waarom de jury voor jou zal moeten kiezen? Ik zal 100% alles geven om België in een goede categorie te zetten. En ik zal zeker mijn brain, mijn hersens en vooral de aanpak proberen in goede handen te nemen. Ja. Nu, Miss Top of the World is ook wel charity gericht. Heb je bepaalde thema's die je denkt te behandelen? Ik denk dat er in België wel heel veel mogelijk is. Wat dat wel voor mij persoonlijk wel aanspreekt zijn kinderen die ziek zijn en zo, of mensen die het minder goed hebben in deze maatschappij, en ook dieren. Dat vind ik ook wel heel leuk. Wat motiveert je nu om aan zo'n verkiezing mee te doen? Wat motiveert mij? Ik doe het heel graag. Ik ben ook iemand die strijdt. Dus, een verkiezing is ook een beetje strijden en voor het kroontje te winnen, alles geven en ook eigenlijk mezelf als persoon leren kennen. Mijn goede kwaliteiten naar voren te brengen en die minder goede ook proberen op een andere manier of op een bepaalde manier goed te zetten. Heb je al een idee hoe die finale er gaat uitzien in november? Ik heb geen idee eigenlijk. Ik weet wel dat er heel veel landen gaan deelnemen van over de hele wereld. Ik kijk er echt naar uit. Ja. Het is echt heel spannend voor mij. Het is de eerste maal ook voor mij een internationale misverkiezing. Ik hoop voor België toch wel een titel binnen te halen. Gewoon om ons klein Belgenlandje in de wereld te promoten. En vooral, ik doe ook echt wel heel meer voor de ervaring vooral. Dat is echt voor mij weggelegd om naar het buitenland te gaan. Ik reis heel graag, nieuwe culturen leren kennen, nieuwe ervaringen. En andere mensen te leren kennen, dat is ook wel heel leuk. Als ik me niet vergis, moet je een aantal acts doen met kledij. Wie gaat dit jaar, of wie ontwerpt dit jaar de kledij voor Mrs. Top of the World Belgium? Dit jaar zal Donka Stankowski zijn van DS Fashion. Zij gaat al mijn kledij ontwerpen. Maar het nationaal kostuum, daar ben ik nog aan het kijken hoe of wat. Maar zij gaat sowieso mijn galakleed en het vrije tijd en andere rondes verzorgen. Ja. Super. Ik wens je in ieder geval nog heel veel succes, Shanti. Is er nog een laatste iets dat je aan onze kijkers wil zeggen? Ik hoop om aan de kijkers om mij te volgen. En ik wil vooral mijn fans heel veel bedanken. Het is daarom dat ik hier ook zo ver geraakt ben. Zonder hen zou ik hier niet gestaan hebben. En alvast bedankt om te kijken. Oké, super. Bedankt. Succes. Hè.